Hallo allemaal, Maaike hier vandaag in het Nederlands voor Carlijn Design met een Happy Halloween kaart. En hier is hij dan. Isn't he cute? Yeah. Oké, daarvoor begin ik met de spullen die ik al had. Ik kan nog niet de Carlijn Design laten zien op dit moment, want die zijn nog niet binnen. Maar ik begin met de Polka Doodles. En Monster. Ik liet even de prijs zien, maar ik heb inmiddels het zakje weggegooid. Dus Little Monsters Pip is de stempel. Het papier zet heet ook Little Monsters. En die ogen vind ik wel gaaf trouwens. Voor Halloween, dus die ga ik gebruiken. Ook een beetje het rustigste, denk ik, voor de achtergrond. En ik meet even hoe breed mijn waterpap. Verfpapier is altijd 10 bij 15. En dus langer, maar smaller. En dat komt omdat ik hem van een grote blok afsnij. Van 40 bij 50 of 50 bij 60, ik weet niet precies. En als je dan 10,5 moet doen, dan ja, hou je heel veel over. En dat vind ik zonde, want dat is ja, nergens voor nodig. Gewoon een randje, of washi tape, soms een stempel. Als je die hebt. En nu een stukje papier. Designpapier. En ja, de stempel heeft rode bloedoogjes, maar dat vond ik net niet schattig genoeg. Dus heb ik zo gelaten. Maar ik ga nu even de muziek aanzetten terwijl ik met Ecoline. En ik wil even laten zeggen, ik doe Ecoline in deze ijslontjes trays en dan laat ik het verdampen. Dan kun je het meenemen zonder lekkages. En als je het wil gebruiken, maak je het gewoon weer nat met water. En dan kan je gewoon verder. Heel simpel. Ik zie je naar het kleuren. Veel plezier. Thank you.
Voor de groet gebruik ik Caroline Design Halloween en Sint Maarten. En ik gebruik Happy Halloween. Halloween groetje is ook leuk. Sint Maarten, er zijn echt leuke teksten bij. Dat is een jijks. En die ga ik nog wel een keer gebruiken. Dit is waterverfpapier, zoals ik eerder gezegd. Het is Schut Hot Pressed Smooth. En ik gebruik mijn ras natuurlijk om het recht te krijgen. En ik had iets heel bijzonders in gedachten. Maar ja, ook al ligt het naast me klaar, pak ik toch de VersaFine Claire Nocturne ink. Want dat ben ik zo gewend. En ik wilde het eerst naast elkaar doen. Maar ik dacht, nou, het is leuker om er een blokje van te maken. Zie je? En nou ja, ik doe even een memo briefje eronder. Zodat ik kan zien of die recht is. En daarvoor moet je natuurlijk wel het papiertje ook recht leggen. Want anders weet je het nog niet. Maar het ziet er perfect uit. De eerste keer mee stempelen. En ik heb hem niet eens schoongemaakt deze keer. Dus moet je nagaan. Super kwaliteit. Caroline Design stempels. Het is wel waterverfpapier, dus ik moet hem twee keer stempelen. En toen dacht ik, hé, maar ik wilde het niet zwart. Ik wilde het in drie kleuren van het monster. Dat was natuurlijk weer niet zo slim. Maar ik laat even zien op een stukje. Het is gewoon printerpapier wat ik gebruik vaak voor blenden of embossen op te vangen. Je gebruikt je mini blending tools en brengt de kleur aan op de stempel. Ik doe roze, blauw en groen in een soort van familiekleur. En dan stempel ik het. En als het dan te licht is, kan je het nog een keer doen. Zeker op waterverfpapier, maar zie je hoe mooi overgang je dan hebt. Maar ja. Helaas, ik zou hem kunnen afknippen en er overheen plakken. Ik zou de kaart kunnen afplakken, maar ja, dan lopen mijn ogen niet door. Is ook niet handig. Ik zou zoiets kunnen doen. Maar toen dacht ik, nou, dat zwart eigenlijk wel mooi. Ik hou wel van zwarte teksten namelijk. En ik vind dat het monster al kleurrijk genoeg is. Volgens mij hoeft er niet nog meer bij. Maar ja, als je dat wel mooi vindt, kun je dat natuurlijk doen. En dat kan eigenlijk met elke stempel die dicht is. En ja, nou ja. Ik zou het misschien nog kunnen proberen met wit en dan... Nee, ik laat hem zo. Dus dat was mijn proces hier. Want ik dacht van, nou, zou ik het doen, zou ik het niet doen. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar goed, foam tape. Omdat het waterverfpapier is, moet ook goed plakken. En het is niet krom getrokken, want het is 300 grams. En dat kan wel tegen een stootje. Maar het is ook wel mooi, extra dimensie bij de ogen. En ik probeer hem recht te plakken. Normaal doe ik hem met de rechterkant. En toen ging die scheef, probeerde ik het te redden. Nee, goed. Knippen we af, hè. En ik heb trouwens de ogen zo gelaten. Ik dacht, later zou ik, als ik het nodig vind, kan ik het nog bijkleuren. Maar ja, dan vond ik het niet meer zo cutesy Halloween-y. En nou ja, de kaart is eigenlijk wel klaar voor nu. En ik wens jullie een fijne dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ik zie jullie volgende keer graag weer. Bedankt. Doei.